hier zo op dit mooie bouwterrein, hierachter gebeurt het. Ik wil eventjes bijzonder woord van welkom aan de vertegenwoordigers van alle bedrijven die dit hierachter met ons mogelijk gaan maken, of die het eigenlijk voor ons gaan bouwen. Ik wil ook even bijzonder woord van welkom aan Pieter Treep, mijn voorganger als wethouder die toch een beetje ervaren, die de weg gebaand heeft om dit ook allemaal mogelijk te maken, politiek gezien. Ik sprak net hier iemand die nog de eerste betonvloer gestort heeft bij het oude zwembad. Meneer Westerink, daar staat hij. En die vertelde me dat er destijds ertessoepacties werden gehouden in Kampen om de bouw van het oude zwembad mogelijk te maken. Nou, dat hebben we dit keer achterwege gelaten. Maar we kunnen hierachter wel zien dat het nu echt dichterbij gaat komen. Het is best uniek dat er in Nederland nog een zwembad wordt neergezet. Volgens mij hebben we een hartstikke mooi ontwerp. Volgens mij liggen we ook mooi op schema, zowel in de tijd als financieel. Dat is ook prettig, vindt Martin ook heel erg prettig. Maar ik heb ook begrepen dat het er gewoon hartstikke mooi uit komt te zien straks in 2017. We hebben hele mooie tekeningen daarvan al gezien. Nou, ik denk dat het een heel mooi moment is als we zo meteen die kant op gaan om een bord te onthullen, om even te markeren. De palen die zitten erin en de bouw die kan nu echt verder gaan. En we zien uit naar een heel mooi zwembad vanaf 1 januari 2017. Ja, zijn we er? Ja. 1, 2 en 3. Een drankje georganiseerd, daar hebben jullie